Maak u vragen, ook voor dit weekend. Wees een heer in het verkeer. Want het woord gentleman heb ik deze week uit de boeken geschrapt. Goedenavond, beste kijkers. Goedenavond, beste kijkers. We hebben elkaar één keertje dit week moeten missen. Maar we zijn er toch weer terug vandaag met twee nieuwe kandidaten. En de eerste, dat is Hallo. 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 Dag, juffrouw. Ik ben Sonja Beken, dus. En ik woon te Schaarbeek in de Vleugelstraat, 89. En wij zijn dus bijna buren. Ja, wij zijn bijna buren, inderdaad. Mijn hobby's zijn ballet, ja. Tekenen, lezen... En gaan zwemmen als ik tijd heb. Ja, en welk ballet beoefen je? Echt klassiek ballet? Ja, Sonja? Klassiek, ja. Ja, en hoeveel jaar doet je dat al nu? Drie jaar. Drie jaar. En zijn er al pointes bij? Ja. Toch al wel. En dan geen zere voeten? Oh, toch wel. Toch wel. Sonja, je tegenspeler. Hallo, wie mag dat zijn? Hallo Marleen. Ja, dag meneer. Ik ben Martijn van Dalsen. Ik woon in de Zaalzaten, in de Begonialaan nummer 10. Ja. Ik ben 32 jaar, mijn beroep is mechanicus. Mm-hmm. Ik ben te werk gesteld in het staalbedrijf, aan de kanaalzone, als onderhoudsmechanicus. Ja. Ik ben gehuwd, ik heb twee kinderen. Een dochter, Stefanie, van 4 jaar en een zoontje, Olivier, van 2 jaar. Mm-hmm. Mijn hobby's zijn wandelen en filmen en veeknutselen. Ja. Neem jij de camera mee op de wandelingen, Martijn? Bij één dag strippen en al neem ik hem over het algemeen altijd mee. Maar voor het gewoon keer te wandelen dan niet. Nee. Maar thuis film ik ook nogal dikwijls een keer. En zo zie je de kinderen groeien. Ja, onder andere. Ja. Marten en Sonja, de eerste ronde en dat wordt vier in een rij. Ziezo. Marten, jij doet de eerste stap. Vier. Nummer vier. Nummer 2. Sonja. Vijf. Marten. Vijf. Vijf. Sonja. Vier. Wie? Martin. Drie. En Sonja? Drie. Martin. Vier. Sonja. Zes. Nummer 6. Martin. 2. Nummer 2. Sonja. 3. 1. Nummer 1 voor Martijn. Oh, ja. Ja, inderdaad. Martijn, dat was snel zeg. Dat was snel. 3000 frank geschonken door het krediet aan de nijverheid. Die gaan alvast naar onze Martijn. En Sonja? Ja. Jij krijgt van ons zo'n elektronisch spelletje. Oké. Okay. En misschien kom ik het persoonlijk afgeven. Hè? Het is zover niet. Sonja, de groetjes thuis nog, hè? Ja, bedankt. En tot kijk, hè? Ja, daar. Kijk, daar. Ja, en dan spelen we nog een rondje verder met Martin. Martin, de reis zit er vandaag ook in. En als je dit kan oplossen, dan ga je wie weet waar naartoe. Het schuifspel dus. 1. Nummer 1. Ja, Martin. Nummer 11. 11. Twee. Twee. En nog één kans. Nummer 12. Nummer 12. Zit er niet in. Oh nee. Ja, Martin, geen reis vandaag, hè? We hadden het je zo graag gegund. Maar wel die 3000 frank. Misschien kan je daar nog een speciale lens of zo voor kopen voor de filmcamera. Ja, ik zal het eerst vragen aan mijn vrouw. Ga je het eerst vragen aan je vrouw? Mijn moederkezag is al gepasseerd. Ja, dat is dat, hè? Het is voor jou, het is bijna vaderkezag. Dus
Hou ze maar voor jou. Zo vaak dat ze wat bij je legt. Ja, Marten, bedankt voor het meespelen en tot kijk, hè. Ja, alleen nog een goede avond. Dag. Ja, kijkers. En vorige woensdag hebben we geen kijkersvraag meer herhaald. Dus u krijgt vandaag onmiddellijk de juiste oplossing te zien. En wat hebt u maandag gezien? De logo's van onze sponsors die zich bewogen door het blauwe vierkant. En we vroegen naar de snelste. De eerste was het maritiem transport en u krijgt bovenaan de tijden. De tweede was de Britse spoorwegen. Nummer 3 de Belgische spoorwegen. Nummer 4 Sabena. En de vijfde, dat is krediet aan de nijverheid. Ziezo. En de juiste oplossing was nummer 1. En dat was het maritiem transport. Dat was de snelste. Ziezo, u hebt dan waarschijnlijk wel een juiste oplossing ingestuurd. En misschien hebben wij u dan maandag of een van de volgende uitzendingen aan de lijn. Tot dan wensen wij nog een heel fijn en warm weekend. En we zien elkaar terug volgende maandag. Dag. Goedenavond allemaal. Al heel de week staat TV2 in het teken van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Vial. En dat is vanavond ook zo voor de voorlaatste dag van deze competitie. En wanneer u nu overschakelt naar ons tweede net, dan ziet u daar de eerste laureaat van vanavond aan het werk. En dat is de Chinese violist Kun Hu. Maar op TV1 betekent vrijdagavond filmavond. En zo kunt u meteen kijken naar Carrie. Dat is een Amerikaanse film van Brian De Palma. De hoofdrol daarin wordt gespeeld door Sissy Spacek. En zij kruipt in de huid van een jong, verlegen meisje dat heel wat moeilijkheden heeft met haar omgeving. Ze wordt niet zo erg goed begrepen door die omgeving. Maar ze beschikt wel over bijzondere gaven. En ze zal die gebruiken ook. Naast Sissy Spacek herkent u misschien ook nog Piper Laurie. En in een van de andere bijrollen een vrij jonge John Travolta. Jong, dat kan ook moeilijk anders, want de film werd uitgebracht in 1976. Maar films van meer recentere datum, daarvan krijgt u beelden, tenminste fragmenten te zien, wanneer u kijkt naar première. Ons filmmagazine met Jo Rupke, dat begint om 10:00. En 15 minuutjes later is er dan nog nieuws om 10:50. Ik weet niet hoe het met u gesteld is, maar als u zich rekent tot de gevoelige kijkers en wanneer u niet houdt van gruwelen en griezelen, dan wil ik u toch al maar waarschuwen dat Carrie een film is die thuis hoort in het thriller-horror genre. Spelen 1912, Stockholm. De Amerikaanse indiaan Jim Thorpe neemt deel aan de vijfkamp en de tienkamp. Deelnemen op zich was reeds een prestatie, maar Jim Thorpe doet meer. In 3 opeenvolgende dagen slaat hij de sportieve wereld met verstomming. Jim Thorpe wint zowel de vijfkamp als de tienkamp en wordt daardoor de meest complete atleet uit de toenmalige Olympische geschiedenis. Sir, you are the greatest athlete in the world. Thank you, Your Majesty. Jim Thorpe, All American. Een man op zoek naar erkenning voor zijn ras, zijn natie en zichzelf. Goedenavond, dames en heren. 6 filmfragmenten
en een bijdrage over video vormen de inhoud van dit programma. En dit programma werd technisch verzorgd door een ploeg onder leiding van Hubert van West, hoofdtechnicus. Roel van Bambos is de regisseur, Jo de Donder assisteert en Leo Mees is de producer. De titels worden geleverd door de grafische dienst van de BRT. Dank u voor het kijken en tot de volgende week. Morgenavond om 18:50 op BRT1 Radio is er het Goede Doel. Wij brengen u een gesprek met Guido Grijsseels. Hij werkt al 6 jaar in Ethiopië en vertelt over de initiatieven van de internationale organisatie ILCA, die samen met de bevolking de landbouw- en veeteeltmethode in Ethiopië wil verbeteren. Dus morgenavond om 18:50 op BRT1 Radio in het Goede Doel. Tot dan. Het levensverhaal van Jim Thorpe, de Amerikaanse atleet die 2 medailles won op de Olympische Spelen van Stockholm in 1912, is de rode draad door de biografische film Sportman van het Jaar met Burt Lancaster in de hoofdrol, om 4 uur op TV1. Kaatje Peters leidt het gesprek over vrije tijd in Alles Kids, om 6:55. Dag allemaal. Vandaag een Alles Kids over jongeren en vrije tijd. Met de vakantie voor de deur lijkt me dat wel geschikt. Wat doen wij zoal tijdens onze vrije tijd? Draaien wij mee in het consumptiepatroon? Of laten we ons inpalmen door commerciële vrije tijdscircuits? Of hebben sommigen misschien creatievere ideeën? Martin bijvoorbeeld, wat doe jij tijdens je vrije tijd? Voor mij is vrije tijd voornamelijk reizen. En liefst expedities en heel avontuurlijke zaken. Verder lees ik heel graag. Ik ga heel graag uit. En ik hou van dingen die waanzinnig zijn. Jim Dempsey, een van de beste politiemannen uit New York, wordt naar Londen gestuurd om er team te vormen met de knappe Makepeace. Een paar apart in de misdaadbestrijding, zoals u zult zien in Dempsey en Makepeace. Een nieuwe Britse politie-serie en de eerste aflevering krijgt u om 9:05. Voor de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor viool en de bekendmaking van de uitslag moet u om 8:15 op TV2 afstemmen. De rechtstreekse reportage vanuit het Paleis voor Schone Kunsten wordt ook simultaan in stereo via BRT3 uitgezonden. Nog graag even uw aandacht voor een bericht in overleg met procureur-generaal van Honstree.